Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag een chevron maken. Hele makkelijke steek. Je denkt van, hoe zit dit in elkaar? Maar het heeft gewoon met meerdere en mindere, meerdere, mindere. En hier tussen zitten gewoon vaste steken. En met mindere is gewoon dat je hier twee steekjes overslaat. En met meerdere zijn dit wel dan stokjes. Hierbovenin zijn stokjes. En de rest zijn allemaal vaste steken. Omdat deze is gemaakt met haaknaald nummer 4. Is het een beetje moeilijk uit te leggen om te laten zien. Deze is wel gemaakt met de Supersoft van de Zeeman. Dus als je met haaknaald nummer 4, dan kom je op ongeveer dit resultaat uit. En om het uit te leggen, ga ik even met een andere haaknaald werken. Ik heb de Julia wol gebruikt om het uit te leggen. En ik heb vast 46 steken opgezet. 46, sorry. Het is maar voor het uit te leggen hoor. 46 lossen dus. Je slaat de naald om de haaknaald. En je begint bij de vierde opening van de steek. En je zet hier een stokje in. Deze telt al mee als twee stokjes. Dan zet je 4 vaste. 1, 2, 3, 4. En zoals ik ook net zei, sla je dus twee steken over. En dan pak je dus de derde. En dan doe je weer 4 vaste. 1, 2, 3. Dan heb je weer 4 vaste. Nou, dan zie je al dat deze, doordat je hier 2 steken hebt overgeslagen, dat dit het punt is naar beneden. En nu ga je omhoog werken. En in de volgende opening zet je 3 stokjes in dezelfde steek. 1, 2, 3. En dan ga je weer vaste maken. 4 vaste. 1, 2, 3, 4. Dan sla je 2 losse over en je zet weer 4 vaste. 1, 2, 3, 4. Kijk, en als je dan ziet, als je het werk even neerlegt, dan zie je al van hier gaat het punt naar beneden, hier gaat het punt naar boven door die 3 stokjes en hier gaat het punt weer naar beneden. Dus wat doe je? Je zet weer in deze ene steek 3 stokjes. 1, 2, 3. Dan weer in de volgende 4 vaste. De eerste toer is altijd een beetje het lastigste hoor. En daarna dan is het altijd makkelijker. 2, 3, 4. Je slaat er 2 over en weer 4. Vaste. 1, 2, 3, 4. Dan kom je dus weer, moet je even kijken waar je gebleven bent. Je gaat weer in 1 steek 3 stokjes zetten. 1, 2, 3.
En dan weer 4 vaste. 1. 2. 3. 4. Je slaat weer 2 steek over. En omdat je dus eigenlijk hier bij het eind bent, sla je dus 2 steek over. En het einde betekent altijd een stokje. En nog een stokje. Zodra ik verder zijn, dan begrijp je hoe de einde, hoe het einde in elkaar steekt. Omdat je de volgende toer moet beginnen, begin je met 3 losse. En je keert het werk. Dan zet je 1 stokje op het vorige stokje. En je begint weer met 4 vaste. 1. 2. 3. 'Kom niet helemaal uit, dus ik moet hier een vaste nog op deze steek hebben. Dus ik ga nog 1 vaste verder. En dan kijk ik dadelijk wel hoe het uitkomt. 1 vaste. En dan op het middelste stokje, daar zet je weer 3 stokjes op. 1. 2. 3. Dan op dit derde stokje zet je weer een vaste. 1. 2. 3. 4. Je slaat 2 steken over en je zet weer een vaste. En dan gaat die punt weer naar beneden. Eén, twee, drie, vier. Ja, je moet elke keer zeg maar de laatste vaste moet op het eerste stokje terechtkomen en er zijn er 4. 1, 2. En waarom kom ik niet uit? Dan heb ik 1 te veel gedaan. Eentje terug. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ja, 1, 2, 3, 4. 1 vaste. Dit klopt. Deze 1, 2, 3, 4. Ja. Omdat we hier bovenuit moeten komen, op 4 pakken we deze steek. 1. 2, 3, en op dit stokje weer een vaste, en op het bovenste stokje weer 3 stokjes in dezelfde opening. 1, 2, 3 en op het laatste stokje weer een vaste. Dan ga je weer 4 vaste maken. 1, 2, 3, 4. Sla je de 2 over en dan weer 4 vaste. Dus vanaf dit laatste stokje 1, 2, 3, 4. En hier 2 overslaan. Dat is de methode. 1. 2, 3 en op het laatste stokje 1 vaste en dan in het middelste stokje weer 3 stokjes. 1, 2,
stokje. Dan ga je weer op dit laatste stokje 1 vaste. In totaal 4 vaste. 2. 3. 4. En dan 2 overslaan. En weer 4 vaste. 1. 2. 3. En op dit laatste stokje ook nog 1 vaste. En dan doe je op het laatst 2 stokjes. Want de zijkanten zijn altijd 2 stokjes. Dus het is, dat is eigenlijk voor de kantsteek. En zo maak je je chiffon. Als je de volgende toer weer begint, dan begin je weer met 3 lossen. Je keert het werk. En je zorgt weer dat je hier een stokje op hebt. 4 vaste. Je slaat er 2 over. 4 vaste tot op het eerste stokje. Dan weer 3 stokjes en 1 in het bovenste stokje. Dan weer 4 vaste. En je houdt die, laat dat laatste stokje aan. En je hebt je chevron of ribbeltjesteek of hoe dat je het noemen wilt. Nou, bedankt voor het kijken. En tot de volgende tutorial. Dit was Iedereen kan haken. En je kan